Ondertussen heeft hij zijn eigen agenda. Het gaat hem niet om je moeder. Het gaat hem niet om jou. Het gaat niet om jouw verdriet. Hij misbruikt jouw verdriet om je moeder. Hou op! En hij heeft eindelijk een manier gevonden om af te rekenen voor alle keren dat ik je gigantische ego heb gekwetst. En jij bent zo stom geweest om in te trappen. Als mama naar huis komt, dan wordt het natuurlijk wel moeilijker om voor haar te verbergen wat er met Lucas aan de hand is. Hè? En Rosa. Ja, mijn collega vindt het beste dat ze op de hoogte wordt gebracht voordat ze naar huis gaat. En dat ben ik met hem eens. Maar dat was toch juist heel riskant? Ja, daarom juist. Maar mocht ze nou een terugval krijgen, dan kunnen we hier meteen iets doen. Dat is bij me verschrikkelijk. Wat? Dat je met Ludo hebt samengewerkt? Dat ik dat glas naar je gooi. Dat is het verkeerde antwoord. Dat jij dingen naar mijn hoofd gooit, dat kan ik hebben. Kom, laat maar even kijken. Goed, het valt wel mee, ja? Zeg, zit hij nog steeds in dezelfde business? Mooi. Ik heb placebo's nodig. Bloedverdunners, dat moet er echt uitzien. Dat weet ik nog niet. Daar kom ik nog wel achter. Nee, geen pillen. Injecties. Ja, je hoort nog van me. Ja, hij leeft. Nee. Hij leeft. Maar hij is sindsdien nog niet bij bewustzijn gekomen. Wat Ludo bedoelt is dat Lucas sinds de aanslag in coma ligt. Ik wil naar hem toe. Ik wil hem zien. Het is verdrietig natuurlijk, maar het is heel sterk. Ik wil naar huis. Je hebt gelijk, ik kan nu ook niks voor hem doen. Oké, ik loop even naar Bijkman. Beter zorgen dat ik zo snel mogelijk weer de oude word. Zodat ik er voor hem ben als hij weer bijkomt. Ik moet er zijn of niet. En dat wil ik ook. En dat wil jij niet. En dat begrijp ik ook. Je stuurt me weg vanwege Ludo. Ik had nooit met Ludo samengewerkt. Als wij bij elkaar blijven, dan maak ik het zelf onmogelijk. Dat wil ik mezelf niet aandoen. En jou ook niet. Ik heb geen escort nodig, hoor. Alleen deze ene keer. Daarna laten we je helemaal in je lot over. Ja. Ik kom zo nog wat te drinken brengen. Ja. Kevin. Met Nick. Ik weet inmiddels om wat voor injecties het gaat. Lee Heparin. Ik heb 30 stuks nodig. Ja, ik weet hoe gevaarlijk dat kan zijn. Dat is precies de bedoeling. Gaat het niet goed? Ja, helaas wel. Ik krijg een echo. Wil je dat ik met je meega? Ja, graag. Ik wil gewoon het beste voor Wiet. Ja, natuurlijk wil je dat. Wat is er met je man? Niets. Doreen en ik zijn uit elkaar. Laat andere mensen het kind opvoeden. Mensen die je niet kent. Mijn vader en ik hebben een beslissing genomen en daar blijf ik bij. Volgens mij heeft je vader het er gewoon doorheen gedrukt. Hoe weet je dat? Was jij erbij? Nee, want jij hebt al die tijd niks van je laten horen. Omdat je het moeilijk had. En toen dacht je ook niet aan mij en nu opeens wel? Ja, nu opeens wel, ja. Dat is dan te laat. Dan heeft het uitgemaakt omdat je haar wil beschermen. Op, George, alsjeblieft. Het is klaar. Ja, meer valt er niet over te zeggen. En het voordeel is dat ik je eigenlijk een beetje kan opruimen. Mis je er. Het enige wat ik wel zeker weet is dat met TBS iedereen denkt dat je gek bent. En bovendien is de kans groot dat ze de rest van hun leven niet meer vrijkomt. Wat is er gebeurd tussen jou en Lorraine? Hé. Hey. Praat met me. Heb jij je relatie opgeofferd voor Wiet? Ik heb iets goed te maken. Ja, als jij een zwangerschap faked, heb je heel wat goed te maken. Ik ben vreemd gegaan. Met Danny. Het was een hele affaire. Voor en na de bruiloft. Snap je nu waarom ik dit doe? Nee. Maar ik snap nu wel waarom het al een hele tijd niet goed gaat tussen jullie. Ook al zegt Lorena van niet. Ze zal me altijd blijven wijten dat ik voor Wiet heb gevochten. En bovendien, de kans is groot dat ik door haar schuld mijn baan kwijt ben. Kortom, een onmogelijke situatie. Nou, niets is onmogelijk. Kijk naar mijn Bing.
Het is klaar, ja? Ik heb een beslissing genomen. Nou, laat maar raden. Hij kwam s'avonds laat thuis, was kapot, viel in slaap op de bank en ging er maar vanuit dat jij de boel draaiende hield. Nou, dat deed ik graag. Ja, kom op, Charlie. Dat is toch helemaal niks voor jou? Dat is veel te saai, zo'n rol. En zo kan die wel weer. Dit klinkt hard. Maar hij heeft er zelf voor gezorgd dat jij bent vreemd gegaan. Dus jij hebt helemaal niks goed te maken. Hij heeft gefaald. Hij heeft niet gezien wat zijn vrouw nodig had. Ik wil dit niet. Iedere keer ruzie. Dat doe je zelf. Hé, hey, tot zo. Het is nu gewoon allemaal erg ingewikkeld. Jo, echt? Ja, ik wil heel graag met je mee naar die echo. Mijn vader die gaat al mee. Is het gelukt? Ja. Ja, natuurlijk. Want je vader die staat altijd voor je klaar. Weet je, zoek jullie maar lekker uit samen dan. Jij wil Rick afbranden. Ik heb nooit gezegd dat ik hem leuk vind. Maar dat hoeft ook niet, want jij hebt voor hem gekozen. Precies, dus hou hierover op. En daarom gaf ik hem het voordeel van de twijfel. Maar nu zie ik hoe hij werkelijk is, hoe hij jou behandelt. En jij Rick ziet het niet eens. Hij is geweldig voor mij. Ik hou van hem. Ja? Kan hij je nog opwinden? Word je nog elke dag gelukkig naast hem wakker? En wil je nog leuke dingen ja, met hem doen? Ja, Rick is geweldig. Hij is mijn soulmate en ik wil niets liever dan met hem oud worden. Als je dat maar even... Sorry. Je bent zo mooi als je boos bent. Dit flik jij me niet nog een keer. Wat niet? Nick, hij heeft de zwemlessen van Valentijn betaald zonder met mij te overleggen. Wij betalen onze rekeningen zelf. Nou, hier precies. Dit zei ik hem dus ook al. Ik waardeer het ontzettend wat jij hier allemaal gedaan hebt. Het was voor iedereen een stuk zwaarder geweest. Ja, doe het heel graag. Dat weet ik. Daarom wil ik je heel graag bedanken voor alles wat je gedaan hebt. Maar het lijkt me niet nodig dat je hier nog langer logeert. We redden het verder niet. Kunnen wij nu gaan? Waar gaan jullie heen? Naar het ziekenhuis. Ricky die krijgt een echo en ik zou het fijn vinden als je meekwam. Ja. Ik ga de boeien afsluiten en dan ga ik met je mee. Dat doe je goed. Het zal voortaan vaak op jou neerkomen. Ik ga weer naar huis. Wist je dat nog niet? Nee, dat wist ik niet. Je zal er niet heel veel problemen mee hebben, toch? Nogmaals bedankt voor alles, echt. Maar het is niet meer nodig. Janine, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Charlie is helemaal niet zwanger. Wat bedoel je? Ze heeft het zelf tegen me gezegd. Ja, dat is alleen niet waar. Ze doet alsof. Ricky is zwanger. Van mij. Wij zijn hier met z'n allen om het zo aangenaam mogelijk voor jou te maken. En dat doen we met liefde. En weet je waarom dat juist zo goed lukt? Omdat we het met z'n allen doen. En Maxime is hier net zo belangrijk in als Nina en Ludo. Ja, nou ja, goed, als jullie er zo over denken. Wat mij betreft blijf je. Als je dat nog wilt, tenminste, natuurlijk. Je wordt gewoon vader. Ik krijg een kleinkind. Nee, man, ik word geen vader. Rick wordt vader. Niemand zal erachter komen dat Rick en ik eigenlijk de ouders zijn. Hoe kan dat nou? Dat is toch jullie kind? Nee. Sjoe, toch? Ik kreeg niet echt de kans om uit te leggen waarom dat ik je gekust heb. Bel me daarvoor. Interesseert me niet. Dat geloof ik niet. Misschien geloof je dit. Wie was dat? Bianca. Ik belde hem over de werkschema's, maar dan moet je op dit tijdstip niet meer aankomen. Nee. Hier bewaar jij deze maar. Waarom? Het wordt toch jullie kind? Je hebt er nog niet één keer naar gekeken. Nee, maar kijk nou eens goed. Het is al echt mensen. Hou er nou eens over op! Ik is zwanger. Van mij. Ik heb net ook aan mama verteld en we vinden allebei dat jij het ook moet... Heb Ricky zwanger gemaakt? Ik hoor het zelf ook niet. Ik ben wel blij dat... Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe kun je zo stom zijn? Charlie is niet zwanger. Pardon? Ja, die doen alsof. Het plan is dat zij het kind op gaan voeden. Zijn jullie gek geworden? Dit is totaal krankzinnig. En jij wist hiervan? Nee, ik hoor het ook maar net. En wie heeft dit bedacht? Rick. En Ricky vindt het een goed idee, dus... Wat ga je doen? Maar denk je zelf. Hey, je bemoeit je er niet mee. Ga weg. Je maakt het alleen maar erger. Ik wil niet dat je ermee bemoeit. Wat vind je ervan dat Rick en Charlie jullie kind willen gaan opvoeden? Als zij dat zou willen. Wat wil jij? Geen vader worden. Had je dan eerder moeten bedenken. Sjoerd. We komen hieruit.
Ja, hoe? Dat weet ik niet, maar... Hé, je kan op me rekenen. Mark, die praat namens jou. Hij is je advocaat. Hij weet precies wat hij moet zeggen. Maar wat als ze mij nou wat vragen? Dan hoef je niks te zeggen. Ja? Niets tegen de advocaat, niets tegen de rechter, niets tegen de officier van justitie. Tegen niemand. Je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. We waren allemaal zo ongerust thuis. Omdat we helemaal niets van je hoorden. We wisten niet waar je was. En hier wisten ze niet wie je was. En daarom heeft het zo lang geduurd. Heeft Tanja jullie gebeld? Mag ik er dan nog eventjes op wijzen dat verdachte stemmen in haar hoofd hoorden? Dat ze door de overleden vader werd aangestuurd om mijn dochter te vermoorden? Is dat waar? Wiet, heb jij op de een of andere manier contact gehad met je overleden vader? Heeft hij jou gezegd dat Nina Sanders dood moest? Laura? Met Tineke? Ja, ik hoor dat je in Brazilië bent. Hoe is het met Jeff? Laura? Laura, ben je daar nog? Laura? Hoe het met Jeff gaat? Het gaat jou helemaal niets aan en waag het niet om ooit nog contact met hem op te nemen. Dan krijg je met mij te maken. Kennelijk heeft Sjoerd je alles verteld. Is misschien maar beter ook. Jij had het mij moeten vertellen. Nou, dat vond ik meer aan Sjoerd. Heb je die over minderjarige kinderen? Zo zie ik dat niet. Ik begrijp wel dat ze geholpen moeten worden, vandaar dat ik dit heb bedacht. Want hoe haal je het in je hoofd om zoiets te verzinnen en om mijn zoon te dwingen hier aan mee te doen? Die jongen die wilde geen vader worden. Hij heeft Ricky wekenlang laten barsten. Dit is ook het beste voor hem. Ja. Maar nu ga ik me ermee bemoeien en ik eis dat jullie hiermee ophouden. Ik mag niks zeggen. Je mag alles zeggen. Heeft jouw vader gezegd dat ze dood moest? Ja. Dan zullen we hiermee rekening houden in het onderzoek. Nina gezien? Ja, doe. Nou, jij hebt ons al zo'n 6 keer aan elkaar voorgesteld. Dus nee, wie is dit? Hallo. Sorry. Ik weet met al die mensen die in en uit lopen ook niet meer wie elkaar nou wel niet kent. Je doet het hartstikke goed. Ik zie je morgen, oké? Okay? Ja. Doeg. Jij kan aan niets anders meer denken. Waar heb jij het over? Alsof ik nu zin heb in seks met jou. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Wie heeft het hier over seks? Lekker koken, Lana, nachtje bij de oppas. Kunnen wij fijn aan onze kinderwens werken? Doen we gewoon net alsof Wiet niet bestaat, hè? Kunnen ons het schelen? Succes met je frieten! Ik kijk even of er nog genoeg is voor tot na het weekend. Hoezo? Het is een nieuwe jij bij de verpleging. Nou, wat een territoriumdrift. Oh, ik kan in jouw taalgebruik wel horen dat jij een tijdje tussen de hulpverleners hebt gezeten, zeg. Het heeft niks met territoriumdrift te maken. Het gaat er gewoon om dat het beter is om één iemand verantwoordelijk te houden voor de medicijnen. Ik heb geen zorgen. Ik heb geen stress. Dat heb je ook kunnen merken aan mijn enorm redelijke reactie van net. Ja, die was volkomen redelijk. Ik was onredelijk. Kan ik het nou goed maken met al mijn zelfgemaakte frietjes? Sorry. Je ziet hem elke dag en je doet alles voor hem, maar je weet helemaal niet hoe die is. Jij kan me toch vertellen hoe die is? Ja, dan lijkt het echt alsof je op je werk zit. Moet je niet naar je vriend? Oh, dat kan straks ook wel. Ik vind het echt leuk om meer over Lucas te horen. Ik zou het gaaf vinden als je hem binnenkort zou leren kennen. Ik ook. Linda gaat macaroni met kaas maken. Oeh, boffen wij even. Zal ik alvast de traiteur bellen? Sorry? Wegwezen. Ik dacht het niet, die afwas. Die wacht wel eens. Nee? Ja. En ik weet dat ik niet iedere minuut van de dag bij hem kan zijn. Maar steeds als ik er niet ben, dan denk ik, wat als hij nu wakker wordt? Dan is hij daar helemaal alleen. Hij is nooit alleen. En jij bent de eerste die gebeld wordt als er iets gebeurt, dat weet je. Hey, en op die zeldzame momenten dat je er niet bent, zal ik af en toe even de laatste roddels aan hem doorgeven. Oké? Okay? Moet je niet even oefenen op een stuk fruit of zo? Wat is dat nou? Je hebt toch instructies gekregen? Ja.
Anders huur ik wel een professionele verpleegster in. Ze maakt een grapje, ze weet precies wat ze moet doen. Nou. Geen onderwerp om grapjes over te maken. Nee. Die medicijnen zijn van levensbelang. Dat weten we. Mijn buik? Ja, die buik was het in. Ja, als jij dat wil, ja.